Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 5. Yummy, een eitje met soldaatjes. Weet iedereen wat soldaatjes zijn? Niet iedereen weet dat zal. Ja. Nee, ik wist dat niet. Ik wist dat niet, tot Céline me vertaald had. Ja. En wat was het, Céline? Kan je dat nog eens herhalen? Céline, vertel eens. Dat ik. Dus dat is als je je broodje of je doosje in kleine sliertjes zo snijdt, zoals deze dus. Zodat je kunt soppen in je eitje. Ja, en dan kun je soppen in je eitje. En dan zijn de soldaatjes hè, die in het ei soppen. We hebben ontbeten en dan nog een klein beetje gewerkt voor de webshop. En nu gaan we wandelen rond het meer. Het ziet er echt super mooi uit, kijk. Wauw. Het is wel zo'n beetje grijs vandaag. Maar ja, echt mooi. We zijn gaan wandelen in het stadje in Fussen. Hier is momenteel niet heel veel te zien, omdat het zo buiten seizoen is momenteel. Maar het is wel een gezellig stadje. Er zijn zo wat kleine souvenirwinkeltjes, kerstwinkeltjes momenteel. En heel veel zo restaurantjes. We zitten nu in de Alpenbar. Ja, de Alpenbar. Zo Duits. En we hebben eten besteld, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het lekker gaat zijn. Ik heb wel honger. Als eerste heb ik een aardappelsoepje, kartoffelsoep. Dus, We hebben net lekker gegeten. Ik vond het wel echt heel lekker. Dat is zo Duits, dat heb ik wel echt graag. En ja, Céline vond het echt niet zo goed, hè? Nee. Die vond het veel te sausig en zo. Maar mijn papa maakt ook bijvoorbeeld heel vaak spätzle. Peta. Mijn papa noemt Peta. En ja, mijn papa is Duitser, voor degenen die dat niet weten. Dus ik ken zo de keuken wel. En nu gaan we naar een ander stadje. Oeh! Oh my god, die deur! Die ging automatisch toe. Nu gaan we naar een ander stadje. Hoe noemt het? Hoe? Compton. Compton. En ik heb ook nog een cadeautje voor iemand gekocht. Joehoe, mystery guest. Kom eens naar hier. Ik ga het cadeau laten zien. Tadaa. Dat heb ik net gekocht en ingepakt. Hè. Het is echt een special cadeau voor de mystery guest. Wij zijn in Compton. En ja, we zijn hier in zo'n shoppingcenter een beetje aan het shoppen. Hier is wel veel, precies. En het is wel een mooi shoppingcenter met heel veel lichtjes en zo. Wij zijn terug van het stadje. Ik weet alweer niet meer hoe ik het noemde. Compton. Compton.
of zoiets. En we hebben geshopt. Oeh. Oei, ik heb zo net heel mijn zakjes. Maar, no biggie, hè. Dat is mijn eigen sjaal. Als eerste heb ik het Hama USB-stickje, zo'n kaartlezer gekocht, omdat mijn katten mijne ergens kwijt hebben gedaan. Dan heb ik bij de Zara deze body gekocht. Zo'n okergele body met een rolkraagje. Ook bij de Zara deze muts, een okergeel. En dan dit jasje van de Zara. Oh, I love it. Zo'n bont jasje. Allee, fake of course. Zo, dat is dat. Maar dat zullen jullie wel zien verschijnen op mijn Instagram. Dan... deze Mickey Mouse kerstpyjama. Ziet er zo uit, de blouse. En de broek is een legging, maar die ziet er net hetzelfde uit. Dan deze. Een chunky roze sweater. En een zwarte sjaal, zo'n harige meer. Ik weet niet of jullie dat zien. Omdat ik geen zwarte sjaal heb. En dan... deze is van de Mystery Guest. Gewoon een zwarte basic hoodie met kap. Ja, hoodie is sowieso altijd met kap. Van de H&M ook. Dan hebben we gekocht... Wacht, hè. Red Bull. Iets voor mijn papa, maar dat ga ik niet laten zien, want als hij dit kijkt, en die kijken dat wel, dan gaat hij dat al zien. Dan heb ik... een magneet gekocht. Deze. Van Fussen. Kei schattig. Oké, en dan heb ik ook nog deze muts gekocht. Echt zo'n random winkeltje. Deze dus. Met een roze pompon. Een roze muts, gewoon helemaal. Dat is alles wat dat ik heb gekocht. Nu ga ik me snel omkleden. En dan gaan we eten. Ready for dinner. Dit is mijn outfit. Wit kleedje is van de Zara, maar dat is al van vorig jaar. Zo frulletjes, normaal hier ook, maar ik steek dat er altijd in. En dan heb ik de glitter sock booties aan van totally2.com. Dus... terug van het eten. Het is ondertussen 20:20. En ik zit zo vol. Amai. Ik heb echt een food baby. Echt serieus. En ik heb mijn Mickey kerst jogging of hoe noem je dat? Pyjama aangedaan. Kijk hoe schattig die is. Ik vind hem echt super cute. Het is echt een cute pyjamaatje. Maar hier kan ik niet in slapen. Ik kan niet slapen met zo'n lange broek. En ik kan niet slapen met zo'n trui. Dus ik ga dat nu gewoon aanhouden om te loungen. En ik ga nog editen. En dan ga ik dit even aanhouden. Vlog is geëdit. En ik ga nu slapen. Dus ik ga hier ook vlogmas dag 4, denk ik. Of 5. Oh god, ik ben al niet meer mee.
Maar als ik ga hier deze dag afsluiten. Slaap wel iedereen. Tot morgen. I love you all.